Ik ben al aardig in training. Ik denk ook wel dat je het ondertussen wel kan zien. De vraag is natuurlijk wel, wanneer moet ik aan de bak? Wanneer gaat het NK tegenwind fietsen plaatsvinden? Ik heb het al aan boer Bertie gevraagd. Ik denk eind november. Eind november. Ik heb het al aan de andere wereld gevraagd. Begin december, de eerste of de tweede week december. Maar aan wie kan ik het nou beter vragen dan aan Dennis Wild, de weerman zelf? Die weet het natuurlijk echt. Wat kan je zeggen over wanneer het evenement gaat plaatsvinden? Over hoe kan je dat voorspellen? Voorspellen is, vind ik altijd een beetje een eng woord. Hè? Daar hebben we al iemand voor, dus die waarzegger. Ja, daar ben ik al geweest. Die dat met die glazen bol doet. Die glazen bol, dat is al kaart. Ja, wij maken weersverwachtingen. En hoge en lage drukgebieden, dat ken je waarschijnlijk nog wel van je aardrijkskundeles. Ja. Nou, die hoge en lage drukgebieden, die geven eigenlijk in zo'n kaart heel duidelijk weer waar het hard waait. Of waar het juist heel rustig is. Okay. Je weet, bij een hoge drukgebied... Dan... Mooi weer, slecht weer. Geen idee. Nou, hoge drukgebieden zijn eigenlijk altijd favoriet voor rustig, mooi weer. Bij lage drukgebieden die in de buurt komen, heb je juist veel wind. De wind die neemt dan toe. Beetje afhankelijk van waar zo'n lage drukgebied naartoe trekt. Noord of zuid van Nederland langs. Hmm. Waar de wind dan uiteindelijk vandaan komt. Oké. Voor de route die we, hoe die we gaan. Hoe ziet die eruit? Nou ja, de route die gaat op deze manier... via natuurlijk de stormvloedkering. Dus als ik geluk heb, dit is trouwens noord-zuid georiënteerd. Van boven en dan heb ik wind mee. Ja, maar dan gaat de start hier plaatsvinden. Oh, daar denken ze dus wel over na. Daar denken ze wel over na, want het heet namelijk het NK tegenwind fietsen. Ja, ik denk, als ik geluk heb, dit is niet het meefietsen. Een windkracht 7 bijvoorbeeld, en daartegenin fietsen, is ongeveer hetzelfde als bijvoorbeeld een stuk van de Alpe d'Huez fietsen. Want een windkracht 7 tegen komt ongeveer overeen met een helling van zo'n 10%. Nou, dat is geen pretje. Ik heb even een momentje zelfs gehad van, ga ik door of niet? Dus dan komt het echt op je wilskracht aan. Oké. Okay. Ja, jij hebt inmiddels goed getraind. Ik ben nu lekker aan het trainen. Waar ben ik al begonnen? Ik heb er nu al spijt van. Maar toch knijp ik hem wel een beetje. Ja. Want alle verhalen die ik hoor is dat het echt wel mega zwaar is. Wanneer moet ik er klaar voor zijn? Kan ik nog even of moet ik al aan de bak? Ja, je moet vooral door blijven trainen, want ja, je weet nooit wanneer het is. Ja, het is het meest onvoorspelbare evenement. En zelfs voor ons professionele meteorologen is het altijd spannend van wanneer gaat het nou plaatsvinden. En als zo'n dag met veel wind in de buurt komt, dan kunnen we al een paar dagen van tevoren zeggen van nou, waarschijnlijk gaat het op die dag wel lukken. Oké, ik wacht op het belletje dat het gaat gebeuren. Voor nu ga ik nog even trainen, want ik heb het toch nog wel nodig. Dennis kon me nu ook nog niet precies vertellen wanneer het NK tegenwind fietsen dan gaat zijn. Maar wil jij op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Kijk dan op de speciale pagina op Buienradar van het NK tegenwind fietsen. Ik ga nog even door met mijn training. Tot later.